Vrijdagavond startte de herdenking van Wereldoorlog 1 in Oudenaarde. Een grote stoet liep door de straten van deelgemeente Eijnen naar de Ohiobrug. Daar vond een bloemenhulde plaats en onthulde de burgemeester nieuwe gedenkplaten. Dat in bijzijn van de Amerikaanse ambassadeur Denise Bauer en de families van twee Amerikaanse oorlogshelden. De Ohiobrug in Eijnen heeft een keerpunt betekend in de Eerste Wereldoorlog. Het Belgische leger blies in 1914 de brug op om de Duitse aanval te vertragen. Maar al snel bouwden de Duitsers een houten noodbrug. Het is dankzij twee Amerikanen dat de geallieerden toch in de tegenaanval konden gaan. Twee moedige soldaten, dus sergeant Smitgeisler en soldaat Burke, hun leven hebben geriskeerd om uiteindelijk belangrijke informatie door te geven aan de geallieerden. Zodanig dus dat zij dan de geallieerden drie pontonbruggen hebben kunnen bouwen. En op die manier de vijand, de Duitsers, hebben kunnen verslaan. Op de Ohiobrug staan vier bisons, nog een verwijzing naar de Amerikaanse staat Ohio, waar de twee oorlogshelden vandaan kwamen. Als teken van aandenken hebben wij dus een foto van sergeant Smitgeisler en een foto van soldaat Burke. Hebben wij dus een gedenkplaat onthuld eigenlijk van hun ter nagedachtenis van hun geldendaden die zij uiteindelijk hier hebben verricht. Want het is door hun dat wij belangrijke informatie dus naar de geallieerden hebben kunnen doorspelen. Later op de avond legden de studenten van de Koninklijke Militaire School de eet af op de markt van Oudenaarde. Dat is uitzonderlijk, want normaal gebeurt die eetaflegging altijd in de school zelf. Trouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Na de eetaflegging was er een internationale militaire taptoe om de militaire muziek en krijgsmachten voor te stellen aan het publiek. Een echte aandachtstrekker was het concert van de Grenadier Guards Marching Band uit het Verenigd Koninkrijk.